Edsel, je bent voorzitter van een nieuw nieuwsplatform hier in Hellendoorn. Is pas gelanceerd. Onze gemeente kent natuurlijk al heel veel papieren edities van nieuwsverstrekkers op social media. Waarom hebben jullie toch gemeend dat er tijd was voor iets nieuws? Ja, wat wij heel belangrijk vinden met hier in Hellendoorn, dat is dat we gaan voor de verdieping in het nieuws. Dus wij willen niet een persbericht plaatsen zonder dat er een reactie op staat. Wij willen graag het verhaal erachter. En dat verhaal erachter, dat lees je nergens. En vandaar dat wij hebben gemeend dat we dat met een eigen site, met een nieuwe site, wel kunnen brengen. Dat we dat kunnen vormen op de manier zoals wij dat willen. Dat vraagt wel journalistieke kennis. Hebben jullie die in huis? Ja, die hebben we in huis. We hebben een uitstekende hoofdredacteur, Jan-Pieter van Vree. Jan-Pieter van Vree is gepokt en gemazeld in die wereld. Daarmee hebben we dat punt hebben geborgd. En daarnaast hebben we een grote groep van mensen die willen schrijven voor hier in Hellendoorn. En met elkaar weten we die klus al te klaren. Daarnaast ben jij ook voorzitter van HOI, de lokale tv- en radioomroep in de gemeente Hellendoorn. Ja. Is daar een connectie tussen die twee? Nou, dat hebben we ons in het begin natuurlijk wel afgevraagd. Want we hebben de lokale omroep en is het niet iets dat wij willen? Zouden we dat niet binnen HOI kunnen doen? Maar daarvan hebben we gezegd, dat is toch wel een beetje lastig. Want we hebben nu een schrijverscollectief tussen de 20 en de 30 mensen actief. En als die 20, 30 mensen zouden toevoegen aan het vrijwilligersbestand van HOI, dan gaat dat toch ergens mis. En vandaar dat we hebben gezegd, dat kunnen we beter buiten HOI doen. En er is nog een andere reden. We vinden het heel erg belangrijk dat wij vat houden op hier in Hellendoorn.nl, dus op die lokale nieuwsvoorziening, die verdieping in het nieuws. En niet dat straks ook opgaat in een streekomroep. Je had het over 30 schrijvers in het collectief. Ja. Is dat ook vrijwillig? Ja, het is allemaal vrijwillig. Alles wat wij doen als bestuur, als hoofdredactie en het schrijverscollectief, dat is allemaal vrijwillig. We verdienen daar dus geen geld mee. Het enige wat wij in het komende jaar wel willen gaan doen, dat we ergens de kosten goed gaan maken met bijvoorbeeld iets van sponsoring. Dat kan allemaal prima, maar alles wat wij doen is vrijwillig. Dus er wordt niemand voor betaald, dus er hoeft ook niemand voor te betalen om te kunnen schrijven voor hier in Hellendoorn of om een persbericht geplaatst te kunnen krijgen. Dat is allemaal gratis. Maar ik lees dan wel, het is voor en door Nijverdallers, of inwoners van de gemeente Hellendoorn. Maar hoe beoordeel je dan de objectiviteit daarvan, van wat ingestuurd wordt? Ja, daar hebben we een redactie voor gevormd, om die objectiviteit te bewaken. En dan mag een artikel natuurlijk best vanuit een bepaalde optiek zijn geschreven, als er maar ruimte is voor ook de andere kant van het verhaal. Dus wat wij niet willen, dat is dat iemand zijn spreekbuis vindt in hier in Hellendoorn om alleen maar te ventileren wat iemand of wat een bepaalde groepering zou willen. Wij willen heel graag het geluid van alle kanten horen en laten zien op de site. Oké. En dan de URL hebben we het even over. Dat is de website, hij is al online, hier in Hellendoorn.nl. Helemaal goed. En ook de social media kanalen. Ja, hier in Hellendoorn, op LinkedIn, op Facebook, op Instagram. Het is allemaal hier in Hellendoorn. En de website is www.hierinhellendoorn.nl.